Oma Brit leest voor. Jules en zijn grootouders. Geschreven en geïllustreerd door Annemie Berenbroeks in 2012. Bomma en Bompa zijn de ouders van Jules papa. Ze wonen ver weg en daarom ziet Jules hen niet zo vaak. Als ze op bezoek komen, blijven ze logeren. Dat vindt Jules heel leuk. Vanmiddag is het zover. Iedereen loopt zenuwachtig door het huis. Mama sjouwt met kussens en beddengoed en ze maakt de logeerbedden op. Marie plukt enkele bloemen in de tuin en zet ze in een vaas op het nachtkastje. Papa zorgt voor een fruittaart. Daar houden Bomma en Bompa van. Opa en Jules poetsen de auto, terwijl opa verhalen vertelt over vroeger. Daarna trekken ze allemaal hun mooiste kleren aan. Jules vindt de trui van papa niet mooi, maar papa draagt hem toch, omdat Bomma die trui vroeger speciaal voor hem heeft gebreid. Papa en Jules halen Bomma en Bompa van het station af. Ze wachten op het perron. En dan is het zover. De trein stopt en Bomma en Bompa stappen rustig uit. Bompa draagt de koffers en Bomma de cadeautjes. Er wordt gekust en geknuffeld. Kijk, zegt Bompa, ik heb een fruittaart gebakken. Lekker, antwoordt papa en hij knipoogt naar Jules. En ik heb een mooie trui voor Jules gebreid, zegt Bomma. Dankjewel, antwoordt Jules en hij knipoogt naar papa.